De eerste training van club op 29 juni. Andres Mendoza is er niet meer bij. De Peruviaan heeft zijn contract opgezegd en speelt voortaan voor Metallurg Donetsk. Voor het overige is de kern nagenoeg dezelfde als vorig jaar. De ambitie is duidelijk, een 13e landstitel. De competitie begint met puntenverlies op het veld van Beveren. In een heruitgave van de bekerfinale scoort Sanogo al na 2 minuten. Bosco Balaban zorgt kort daarop al voor de 1-1 eindstand. Club zit begin augustus nog niet op kruissnelheid. We created the chances, but the afwerking was minder. De eerste thuiswedstrijd tegen A-Gent wordt wel een succes. Balaban, goal! Hij doet het toch weer. Bosco Balaban brengt Club Brugge op voorsprong. In de 20e minuut. Ja, Jackie Peters was het. Die bal binnenkant Dij, de hoek in. Stojka. Victor van der Heijden, dat is allemaal mooi. Daar is Cornelis. Knallen maar. Verheijen. 2-0. Hans Cornelis. Goed gedaan van Stojka. Victor. Penalty. Timmy Simons mag zijn eerste penalty van het seizoen proberen om te zetten. En doet dat. Het is 3-0. Zeg met de corner. Verheijen kan terugkoppen. Maar niet op het goede hoofd. Cornelis met links. Victor. 4-0. Ook Victor heeft zijn eerste. Kijk eens voor een ontlading. Stojka. Cornelis. En een liftballetje. Oh, mooi. Hans Cornelis. Grijpt hij hier zijn plaats definitief als rechtsachter bij Club Brugge. Door deze uitstekende goal. De 5-0 op de 90e minuut. In Oostende profiteert club van een dwaasheid van Zeffirin Zocco. Maar niet nadat Alin Stojka voor de 0-1 heeft gezorgd. En wordt het een goal? Ja, toch wel. Alin Stojka. De corner na die poging. Van Wouwers gaat erin. Het is Zocco die scoort. Ivorian is sterk met het hoofd. En ze hebben nauwelijks of geen kans gehad eigenlijk, Oostende. Maar ze staan wel weer op gelijke hoogte. En wegens truitje trek heeft hij een gele kaart gekregen. Voor Ivorian zijn tweede. De Beier zit u daar. Victor en dan Clément. Bal voor de lijn weggehaald door Lauwers. Verheijen, Lauwers opnieuw. Victor, goal! Ja, het kon niet blijven duren natuurlijk. Eén keer moest die bal toch eens goed vallen. En Victor profiteert. Ook tegen Lierse kan club pas op het einde het verschil maken. Op de voorzet. En Lange! Hij kan toch nog scoren. Mocht u eraan twijfelen, Rune Lange. Verlost Club Brugge van veel druk. 10 minuten van het einde. Voor Lange is het de eerste van een hele reeks belangrijke goals. De Noor wordt een baken die de ploeg in moeilijke momenten over de streep trekt. Zuinigheid is voorlopig het ordewoord, ook in Charleroi. Bosco Balaban maakt er het enige doelpunt. Club wordt met 13 punten wel alleen leider, met 1 punt voorsprong op Anderlecht. Op 19 september staat de derby tegen Cercle gepland. Hij voor Cornelis. Hij moet zijn man nog uitschakelen. Dat doet hij keurig. Voorzet is ook goed. Er is Lange. Deze goal telt wel. Opslag van rust. Een goede minuut. Voor het einde van de eerste helft komt Club op voorsprong. Het is logisch. Het is een logische gang van zaken.
Veel volk van club zelf ook mee voorin. De Gein ziet hem niet komen en hij zit erin. Natuurlijk, Nastacek. En Club Brugge scoort op psychologisch belangrijke momenten. En de eerste begin tweede helft. Tsjech kan vrij voorbrengen. Niet goed. Cornelis stoot bij Verheijen. Handspel van Van Mol. En dus penalty. En dus gaat Nastacek de penalty proberen om te zetten. Deed het ook al Europees. En doet dat nu al 3-0. Het 5-0 scenario van vorig jaar dreigt. Want we hebben nog maar 9 minuten gespeeld in de tweede helft. Victor voor Tsjech. Die vindt Lange. Afgelegd. Tsjech. Goede bal voor Cornelis. Mooie bal. Hans Cornelis. 4-0 is de mooiste van de avond. Hans Cornelis, man van de assist, normaal. Heerlijk binnengetrapt. Knap. Cornelis. Dat is een goede voor Lange. Geen buitenspel van Tornhout in het centrum. Wordt het nog 5-0, dat moet. En dat wordt het ook. 19 jaar oud, Dieter van Tornhout zo blij met zijn eerste goal in de hoogste klasse. Bij zijn debuut scoort hij. Het is een beetje onorthodox en Lange gunt het hem graag. De eerste tegengoal voor Tomislav Boutina in 4 wedstrijden. Maar die 7e speeldag in het stadion van Brussels wordt die van Bosco Balaban. Tussendoor zorgen Gert Verheijen en Rune Lange voor een veilige voorsprong. Maar de laatste 3 goals, een loepzuiver hattrick, zijn opnieuw voor Balaban. Voor hem is het de eerste keer dat hij 4 keer scoort in 1 wedstrijd. Hij wordt meteen ook leider in de doelschutterstand. Club heeft een doelsaldo van 21-2, maar verliest op de 8e speeldag voor de 2e keer punten in de topper tegen Racing Genk. Priske. Wesley, ja. Makuena. Makuena tot bij Koendaarde. Die net doorgespeeld voor Engelaar. En die kan hem meepikken en die kan leggen voor Paka. 0-1. Genk op voorsprong. Lokale steun vanwege de blauw-zwart supporters en die is nodig. Club Brugge heeft het moeilijk. Anglebert goed doorgespeeld naar Gvozdenovic. Gelijkmaker is er. Daar is dan toch een opening. En het is Anglebert die die vond. Gvozdenovic ook al gescoord vorige donderdag Europees. Kan de bal onder het lichaam van Jan Mons schuiven. 1-1. Op de 9e speeldag moet Club winnen in Lokeren om zijn leidersplaats te redden. Timmy Simons maakt op Dak Nam zijn wederoptreden na 3 wedstrijden afwezigheid. Zitje van Diallo. Victor krijgt de bal bij Balaban. Daar is Victor en de goal. Na 53 seconden spelen staat Club Brugge al 0-1 voor. Rood voor Balaban, wegens zijn elleboog. We waren nog net de kans van Tuitsen aan het opschrijven. Bordoeks, onder protest van de Brugge-spelers. We gaan kijken, Balaban maakt zich daar breed. Nog altijd. Ja, vind ik geen elleboog waard. Vind ik geen rode kaart waard. Echt waar niet. Anglebert. De kook nog tot bij Van der Heijden. De voorzet voor Van Tornhout. Het is toch nog 0-2. In de toegevoegde tijd. Dieter van Tornhout, de invaller. Wedstrijd nu helemaal beslist.
Europees beleeft club alles behalve een succesjaar. Maar in eigen land krijgt het ook de stugste ploegen op de knieën, zoals La Louvière. Tjeboer kan de bal niet bijhouden. Van Clubeyre met een gelukje. Lange is mee aan de rechterkant. Krijgt nu de bal. Er is veel volk van club voorin. Check. Ah, die bal gaat erin. Een goede minuut voor de rust. Nastacek met de openingstreffer. Een gelukje wel, want raakte die bal niet vol. Maar hij zit wel. En club 1-0 voor Proto. Gefrustreerd. Tjech. En hij kan hem lanceren. Naast dat Tjech. Daar is Anglebert. Controle. Dit moet de goal zijn. En dat is ook. 2-0 Club Brugge. Eindelijk is die geruststellende voorspringer. Ze hebben voldoende kansen gehad in de tweede helft, maar ze weten pas eentje te benutten, 10 minuten van het einde. Op vrijdagavond 29 oktober trekt club naar Sclessin. Geen buitenspel van Balaban, goal! Het is 0-1 na 23 minuten. Eindelijk scoort hij nog eens Bosco Balaban. 3 competitiewedstrijden droog gestaan. Maar nu toch zijn 8e van het seizoen. Net geen buitenspel van Balaban. Terechte goal. Goede controle met de borst. Bal niet laten botsen. Ineens naar de hoek. Knap gedaan. Balasiak. Goeie voorzet. En de 1-1 is daar. Cité. Perfecte voorzet van Jonathan Balasiak. En een minuut op 2 na de openingsgoal. Meteen de gelijkmaker voor Standaard. Kijk. Nou, Verheijen. Die kan die bal terugleggen voor Anglebert. 1-2. Rijen die het duel daar kon winnen van Leonard en iemand die voor de legging van Anglebert zorgde. De Brugge heeft nu de partij goed onder controle. Na die tweede voorsprong heeft het de bal goed rondtikken. Outstaan daar ver van eigen doel. Daar is Verheijen. Met Anglebert opnieuw. Zijn tweede. Keita Anglebert. 1-3 Club Brugge. Perfect afgewerkt. Waldorf Doffer voor Standaard. Daar is Lange door. En laat zich gemakkelijk gaan. En dan is het penalty. Goed, 2 minuten van het einde. Moet Roenier nog proberen een strafschop van Simons te stoppen. En dat lukt hem niet. Het is 1-4. Het is nog een afstraffing geworden voor Standaard. Het vertrouwen groeit bij club. Tegen Westerlo bevestigt Balaban zijn status van topschutter. Zijn 9e goal al in 12 wedstrijden. Good old Gert Verheijen zorgt nog voor de rust voor de 2-0 eindstand. Een week later diept club de kloof met Anderlecht uit tot 7 punten na 1-0 verlies van de Brusselaars bij Standaard. De Bruggelingen winnen met dezelfde cijfers uit bij Germinal Beerschot. Met dank aan Peter van der Heijden. Club zit op kruissnelheid. Voor het oog van Hugo Broos scoort Timmy Simons op de 14e speeldag tegen Moes Kroen al na 2 minuten van op de stip. En is er een penalty voor handspel. Penalty is dat werk voor Timmy Simons uiteraard. En hij scoort. Zijn 3e van het seizoen van op de stip. En Club Brugge al heel vroeg in de wedstrijd. 1-0 voor. Heel makkelijk. Kozdenovic. Geen buitenspel van Tornhout. De controle is er. Daar is Lange. Mooi oppiepertje. Bal gaat erin. 2-0. Op 10 minuten van de rust. Tsjech.
Dat is een bal voor Simons. Die bal gaat erin. Iedereen keek ernaar hoe Simons die bal binnenkant voet in de hoek plaatste. Zijn eerste veldgoal, zijn tweede van deze avond. Kijk eens, gewoon even de voeten tegen. En iedereen kijkt ernaar en laat de bal gewoon door. Simons blijft scoren. Tegen Bergen leidt hij ook zelf de noodremfout van Surailly op Balaban in. En een rode kaart er bovenop voor Olivier Surailly. De aanvoerder van Bergen mag al naar de kant. Timmy Simons, de vaste strafschopnemer bij Club Brugge, heeft er al 3 binnengetrapt dit seizoen. En dit is nummer 4. 1-0 voor Club Brugge. Simons. Van der Heijden. Bastiacek ging gespeeld voor Lange. Verheijen kan oppikken en terugleggen voor Balaban. Nee, het is Anglebeij. Die hem uiteindelijk binnentrapt. En daar is die 2-0 waar Club Brugge op gehoopt had, waar het ook voor gewerkt heeft. Zeker niet overhaast, met heel veel geduld. Anglebeij. Van der Heijden. Was zeker geen slechte voorzet. Nibombe, Verheijen. De palen binnen. 3-0. Mooi gedaan, zegt hij zelf. Binnenkant van de paal en 3-0. En Bergen nu helemaal met de knieën op de grond. Zij achter de bal tegen Boutina. Hij gaat erin. Het is 3-1. Een penalty voor Bergen. Nog maar de 6e tegengoal voor Club Brugge in deze competitie. Dat al 9 keer de 0 heeft kunnen houden. Club is herfstkampioen en kan vol vertrouwen starten in de topper uit bij Anderlecht. Het wordt in het Constant van den Stokstadion andermaal een avond vol emoties. Victor. Bal kwijt. In de kluts komt hij plots vrij voor Nastacek. En die scoort. Het is 0-1. En dat na 20 minuten spelen tegen de gang van het spel in, moet ik zeggen. Want Anderlecht was tot nu toe de gevaarlijkste ploeg. Maar dan plots concentratieverlies. En Anderlecht op achtervolgen aangewezen. Kutskop Anderlecht met Willemsson. Tienen komt. Bal is bij Compagnie. Tienen met het hoofd. Compagnie! Boutina, stevige wedstrijd van hem. Compagnie nog eens met Van der Hagen nu. Schot! Wat een goal! In de toppen, Rief Van der Hagen. 1-1. Goede bal van Zetterberg voor Aruna. Die Simons weer al kwijt. Jestrovic wacht. Aruna nog. Jestrovic! Jawel! Hij doet het voor Anderlecht. Kijk eens, met een gebroken arm. De nederlaag bij de aartsrivaal en de Europese kater tussendoor laten geen sporen na. In de laatste partij van de heenronde speelt Club in eigen stadion Sint-Truiden van het veld. Lange. Zit daar vast bij Diabaté. Verheijen is er door. Dat wordt 1-0. Alsjeblieft. We spelen precies 9 minuten. En het staat 1-0 via Gert Verheijen. Zeg. Daar is Clément, plots voorin opgedoken. Penalty, handspel. En dat is een klus voor Timmy Simons. Hij heeft al 4 keer gescoord van op de stip. Geen enkele keer gemist. En ook deze gaat erin. 2-0 is de wedstrijd nu al gespeeld. Na nog geen 13 minuten. Het zou kunnen. Spilaar speelt in voor Lange. Ja, aanname. Goed meegegeven ook voor Tsjech. Simons is mee voorin te vinden. De anderen sluiten aan. Daar komt Blondel. Mooi gedaan. 3-0. Op het half uur. Jonathan Blondel. Zijn eerste dit seizoen voor Club Brugge. Aynal. Goede bal voor de Keulaar. Het hoekje in. En snel genoeg om hem nog binnen te houden. En dan voorbij Clément. Voorzet. En de tegentreffer van Chris Buvens. Heijen opnieuw. Die bal gaat erin. Door een bos van spelers scoort Vrijen. Het is
4-1. Lorsje in de achtervolging. Daar is Anglebij. Vrijen aan de buitenkant. Moet wachten op de bal. In één tijd spelen was niet zo goed van Anglebij. Daar is Lange. 5-1. En zo zitten we aan de score van Cercle Brugge tegen Sint-Truiden.